Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En zoals je ziet, ik ben zelf niet in beeld. Je ziet eigenlijk de spot waar ik altijd zit. Want ik ga jullie mijn stash laten zien. Dus ik sta weer bij de kastjes en ik ga ze weer allemaal opentrekken. En laten zien wat erin zit. Verwacht er niet te veel van. Want zoals je weet ben ik aan het consuminderen. Voor zo goed als dat lukt. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat er nog allemaal in mijn stash te vinden is. Dit zijn de highlighters. Ik ben die dus flink aan het opmaken, zoals jullie wel weten. Maar ja, dit zijn producten waar ik gewoon heel lang mee doe. ja, dat gaat niet zo heel snel. Bronzers, die maak ik ook op. Maar dat gaat nog trager, omdat ik daar heel weinig van gebruik per dag. Dit soort losse dingen. Ik weet niet waarom dat... Ja, losse poeders nu nog wel, maar hier van die losse glitterdingen en zo. Ik weet... echt niet waarom ik dit ooit allemaal gekocht heb, want je doet er zo weinig mee. en, ja, hetzelfde met deze paletjes, highlight paletjes, like, heel leuk. Maar ik heb deze volgens mij ooit gekocht omdat die Opal Line volgens mij was, of Backlight, ik weet niet, eentje was een dupe volgens mij van Albatros, dacht ik. In ieder geval, ja, dit losse glitters daarachter. Ja, één. Dan de blushes. Ik ben nog steeds echt in love met deze hartjes en zo. I really love them. Maar ook blush is iets waar je zo lang mee doet. Ja, het gaat geleidelijk aan om ze een beetje op te maken. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Sorry als het beeld trouwens wat schokkerig is. Want ik heb de tablet dus vast om te filmen. Lipstick. Ook weer iets onbegonnen. Ja... om op te maken. Ik ben nu heel erg into, even ze aanwijzen, die daar, die lipstains van Maybelline. Dus ik pak nog minder snel mijn lipsticks, maar toch moeten ze ooit ook een keer echt eraan geloven en opgemaakt worden. Dus ja, mission impossible, maar het moet. en gewoon stoppen met zoveel lipsticks te kopen. Dat is de boodschap. Dit laadje. In dit laadje ben ik heel goed bezig met opmaken. Lippenbalsems. Wat ik wel heb is dat heel veel lippenbalsems zodanig oud zijn dat ik ze heel moeilijk kan opmaken bij wijze van spreken. Ze breken heel snel af. Ja, ook deze laatste had ik open gedaan en ik twijfel of ze nog goed zijn eerlijk gezegd. Dus het is een beetje een dubbel gevoel wat ik hierbij heb. Ik weet niet of ik ze nog echt allemaal ga opmaken. Maar ja, en die mono oogschaduws is ook weer zo'n verhaal dat je dan denkt, je pakt altijd pallets. Dus heel af en toe gebeurt het een keer dat ik losse oogschaduw pak, maar waarom heb ik het ooit allemaal gekocht? Waarom? Dan deze la, hier begint dus de paletjes. En ja, ik heb ook 10.000 paletjes, dus ja, mijn stash is gewoon het algemene verhaal van ik heb te veel, ik moet consuminderen. En elke keer is dit soort video een reminder voor mezelf van stop met kopen. Maar bijvoorbeeld deze is een redelijk recent. Deze. Hieronder zit er nog like Stef. Waarom ooit? Ik ga even op mijn knieën zitten. Dat is echt wat makkelijker voor deze kleine dingetjes. In elk iets wat hier nu nog in zit, zit wel iets in wat ik nog fijn vind, zeg maar. Dus een kleurtje of een bepaalde samenstelling. En dat ik het niet wil wegdoen. Want het kan ooit nog van pas komen. Zolang het niet slecht is, doe ik het niet weg. Maar ik pak het echt nooit. Het is echt zo'n... Dit ook, van die liquid eyeshadow. Nee, niet echt stick is het eigenlijk meer. Je pakt het nooit. Een mascara stash die nooit lijkt op te raken. Ik weet niet wat het is. Hier zitten nog wat oogpotloodjes. Wenkbrauwpotloodjes. Ik lief die Urban Decay. Waarvan ik bijna aan de laatste zit. Oh, en ik heb er nog twee. Oh, en dan zijn ze op. Ik heb deze al van Root. Om tussendoor even te gaan proberen. Dus we gaan zien wat het geeft. Dan. Nog meer palettes. Echt de komende drie laden zijn gewoon nog. Pallets. Kijk, maar dit koop ik dan laatst ook weer. Dat ik denk, waarom Stef? Al die oogschaduwpallets hier, die hebben exact dezelfde kleuren. En waarom koop je hem weer opnieuw? Ongelooflijk. Dit zijn wel de iets meer premium pallets. En daar wil ik dus heen. Naar een stash met vooral
ja, premium merken. En daar kan een Revolution ook nog bij zitten. Die zijn ook nog vrij goed. Maar al die kleine zooi van Essence, Catrice, weet ik veel wat, dat wil ik er gewoon uit op termijn. En ja, dat kan alleen maar door te gebruiken. Dat het opgaat. En al deze chocolate palettes, die zijn ook nog steeds van de partij. Like, oh my god. Blij dat ze die niet echt meer maken. Of, toch niet wat ik weet. Dus breng me niet op idee om weer deze te gaan kopen. Heel veel van dit ook. Gewoon, het ziet er zo cute uit. En dan wil je het. En dan denk je, ik heb het, maar ik gebruik het nooit. En haat, liefde, verhouding met deze make-up collectie. Ik ben zo intens blij met alles wat ik heb. Maar het is gewoon te veel. En het moet echt een keer minder gaan worden. Hetzelfde met parfum. Parfum is iets wat ik de laatste tijd ook best wel aan het oppakken ben. En dan met name daar achteraan de... hoe heet het? Niet, het is niet echt parfum. Splashes. Body splashes. Die ben ik er nu een beetje aan het uithalen allemaal. Ook heel veel van die goedkope dingetjes van Action. Van de Disney parfums. En mijn duurdere parfums, die probeer ik een beetje te sparen voor belangrijke momenten. Dus ja. Dan hier is mijn dagelijks bakje. Zoals je ziet zit daar ook best wel veel blush en toestanden in. Gewoon omdat ik het dus wil opmaken. En de achterste rij is allemaal MAC. En daar wil ik dus heen naar een stash met alleen duurdere producten zoals MAC. Ook weer hier. Dit is mijn pillencollectie. En dat klinkt altijd heel fout. Maar stresspilletjes voor mijn hoge bloeddruk ben ik voor het moment iets aan het nemen. Vetverbranders, de pil, mijn Zafranax om rustig te blijven. Dit is mijn hoekje. Dan hieronder. Daar zitten de verzorgingsproducten. Hier zit backup. Daar zit wat ik dagelijks of courant gebruik. En de cleansers. Daar zitten mijn attributen. En dan hierboven staan eigenlijk mijn mooiste lipsticks. En ook hier weer hetzelfde verhaal. Deze pak ik best wel vaak. Die NYX probeer ik ook regelmatig te pakken. Zeg maar die supersticks, die neem ik echt als ik weet van bijvoorbeeld voor werk. Ik eet niet zoveel dan en het blijft gewoon de hele dag mooi zitten. Maar bijvoorbeeld voor restaurant of zo zou ik sneller naar zo'n NYX of naar een MAC grijpen. Omdat die dan toch iets makkelijker eraf gaan. Want met dit heb je wel heel erg dat het een soort van lipliner effect geeft als de basis eraf is, zeg maar. Dus ja. Dit zijn mijn prestige producten. En dan maak ik nog even deze draai naar de andere kant. En hier zijn we nog sneller doorheen, want dit zijn gewoon maskertjes nog steeds. Ik had laatst deze gebruikt, maar die heeft niet zo fijn gereageerd op mijn huid. Het was een peel-off glitter. Niet zo'n fijne reactie op gehad. En heel heftig, maar toch wel fijn. Deze Ordinary BH, wat is het? Ja, I don't know. Dit is een backup. Mijn nagellakjes die moet ik echt nog een keer gaan uitzoeken. Want ik denk dat daar ook wel weer wat versteende of ja, jelly geworden lakjes bij zitten. Dus dat is voor binnenkort. Dan nagellak spulletjes. Ik wil zo vaak dit soort stickers. Maar ik weet niet wat dat is. Het blijft gewoon niet op mijn nagels plakken. Het gaat er heel makkelijk vanaf. Het gaat dat, zeg maar zo, als je dan ergens overheen schraapt, dat het echt zo'n randje is. En dat haat ik echt enorm. Dus ik moet hier echt een keer een goede oplossing voor vinden. Voor dit soort dingen. Ah nee, mijn schuif zit vast. Oké, nee, wacht. Toch niet. Grapje. Het kwam door iets in deze kast. Ik denk deze pilletjes hierachter. Maar dit is mijn medicijnkast. Dus niet zo heel boeiend. Dan de bodyproducten. Is ook zoiets waar echt gewoon geen beweging in komt. Komen dingen bij door dingen die ik bij Goodiebox of... is het Goodiebox? Ja, een Goodiebox krijg. Zoals handcremes en zo. En af en toe doe ik eens een maskertje op mijn handen van handcreme. Maar dit moet ook echt een keer onder handen genomen worden. De enige echte crème die ik vaak gebruik. En ik pak hem er even bij. Dat is deze hier. Die CeraVe. Die vind ik wel heel fijn. Anti-ruwe huid. Maar dat is ook echt de enige die ik vaak gebruik. Dan zitten we hier bij de backup van deo's, handcremes, ook nog doekjes. Ja, deze zooi. Dan een backup van mijn foundations, primer, dat soort dingen.
En vooral deze. Ze zijn heel belangrijk. Waar zijn jullie? Oh, hier. De foundation. Die is het belangrijkste. En de concealer. En ook hier merk je eigenlijk wel in mijn koopgedrag. Goedkoop concealers gaan eruit. En het is voornamelijk die Maybelline die ik nog koop. Hier zijn we goede stappen aan het maken. En dan mijn haartools. Het is hier zo donker, je ziet het bijna gewoon niet. En dan wil ik nog één schuifje. En dat is deze hieronder. En dat zijn mijn haartools. Maar het is gewoon zo donker, je ziet het bijna niet. Dus ja, dat was het. Ik maak weer even een draai. En ik ga even hierop focussen om af te sluiten. Ja, dit was mijn stash. Kan ik niet heel even kort in. Dit kan wel, denk ik. Dit was mijn stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Een beetje chaotisch. I know. Maar ik ben ook gewoon chaotisch. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei. En nu moet ik jullie weer even omdraaien om uit te zetten. I'm so sorry. Tot de volgende video.